Ik heb dat breiwerkje nodig omdat ik jullie ook iets over mijn moeder wil vertellen. En mijn... Ja, mijn moeder zat namelijk vroeger lekker vaak te breien. Zo 's avonds gezellig op de bank. Ze maakte prachtige truien voor mijn broertje en voor mij. Ik zat naar haar te kijken en ik vond het echt super, super goed dat zij dat kon. En haar truien die droeg ik met een gevoel van trots. Zelf je kleren maken, dat wilde ik ook wel. En ik vroeg aan haar, zeg, wil je mij dat leren? En mijn moeder die zei, ja, een beetje in de lijn van heel mijn opvoeding. Goh, wat een hartstikke leuk idee, joh. Maar, hoe gaat dat er eigenlijk uitzien wat je wil maken? Wanneer ga je het aandoen? Hoe groot moet het eigenlijk worden? Heb je wel de maten al? Wat voor kleur gaat het worden? Wat voor wol heb je nodig? Nou, ik vond het allemaal ontzettend lastig, al die vragen. Maar het was wel wat ik nodig had. Wat ging ik doen? Ik wilde eigenlijk dus zelf zo graag iets maken, dat ik op ontdekkingsreis ging. En ik ging mijn eigen keuzes maken. En achteraf kan ik haar aanpak ontzettend waarderen. En terugblikkend kom ik tot de constatering dat hoe mijn moeder dat nou deed, dat het dezelfde wijze is hoe ik nu als cultuurloper-coach mijn werk uitvoer. Ik werk namelijk samen met 3 intermediairs. Uit Oosterhout, Oosterwijk en Dongen. En samen begeleiden zij 20 cultuurloperscholen. En natuurlijk al die culturele aanbieders in hun regio. Het begint natuurlijk altijd met, als je niet, moet je geen bibberhandjes hebben, met insteken. Als coach moet je heel goed aftasten wat die intermediair nou het meeste nodig heeft. En op welke wijze hij of zij het beste geholpen is. Omslaan. Ik zet me in om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met de intermediairs. En een open samenwerkingsrelatie. Doorhalen. Vanuit mijn eigen achtergrond en mijn ervaringen, zowel in het onderwijs als in de kunsten, haal ik door goede vragen te stellen en kom ik tot een verdiepend niveau. En via uit mijn helikopterview leg ik provinciale verbindingen. En dan af laten gaan. Op bewuste momenten breng ik mijn expertise in om daarna, maar in vol vertrouwen, de acties aan de intermediair te laten. Voor mezelf als coach betekent de cultuurloper een hele grote persoonlijke ontwikkeling. Door dat traject, maar ook door iedereen waarmee ik mag samenwerken. Het heeft met zich meegebracht dat ik met een hernieuwde en met een frisse blik mijn werkzaamheden uitvoer. En voor de toekomst zijn er al een aantal genoemd die ik ook op mijn lijstje heb staan. Dat is die verduurzaming, dat is ook het meenemen van de culturele aanbieders. Maar vooral wil ik deze nog benoemen. En Nancy noemde ook al ongeveer zoiets. Maar ik wens groepsleerkrachten echt dat zij veel kunstzinnige eigen ervaringen op gaan doen. Zodat ze echt in hun hart gaan voelen wat daar nou de waarde van is. Als ze daar nou en daar halen zij die drijfveer vandaan om dat aan hun leerlingen over te brengen. Ik ga me daar van harte voor inzetten vanuit mijn rol als coach. Ik ga dus insteken, omslaan, doorhalen en weer af laten gaan. Dankjewel.